Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag heeft als titel SSTV, beeld via de radio. En dit is deel 1. In het begin van Daily Minutes PS heb ik al aangekondigd dat ik in de toekomst plaatjes zou gaan uitzenden via de radio. Precies als via de radio werkt dit ook via internet overigens, dus je kunt de plaatjes ook op die manier ontvangen. Wat er gebeurt is dat er een aantal pieptonen in de uitzending zijn, 50 seconden of langer per plaatje. Langer als het plaatje groter is of als er meer detail in zit. Door met een speciale app een smartphone voor de luidspreker van de radio te houden of voor de luidspreker van je pc, zie je dan in die 50 seconden het plaatje langzaam tevoorschijn komen. Het lijkt een beetje op het ontwikkelen van foto's vroeger of op het ontwikkelen van een Polaroid-foto. Het systeem waarmee dit gebeurt heet SSTV, oftewel Slow Scan Television. Ik wist niet of ik het in het Nederlands of in het Engels zou zeggen. Televisie met een langzame beeldinhoud dus. Het systeem werkt vergelijkbaar met een ouderwetse televisie met beeldbuis en het heeft een heel bijzondere geschiedenis. Het systeem van SSTV is bedacht door een radioamateur. Ik dacht uit de VS in 1957 en 1958. Hij gebruikte hiervoor een radarbeeldbuis. Dat zijn beeldbuizen die je toen heel makkelijk kon krijgen omdat ze in de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt waren. Maar die beeldbuizen die hebben in tegenstelling tot eentje voor televisie de eigenschap dat ze het beeld nog een tijdje vasthouden. Zo'n 20 tot 40 seconden. Het zijn lang nalichtende beeldbuizen. Omdat bij het oude systeem van SSTV het 7 of 8 seconden duurde voordat een plaatje was uitgezonden, kon je het op zo'n trage beeldbuis nog een tijdje zien nalichten. De eerste tests voor het systeem werden overigens gedaan via de 11 meter band. Tot eind jaren 50 was dat nog een band van de zendamateurs. Later kwamen er de bekende 23 kanalen en tegenwoordig 40 kanalen op. Bijzonder is vervolgens dat de Sovjet-Unie dit systeem van de amateurs in een iets gewijzigde variant ging gebruiken voor hun ruimtevaartprogramma. De Luna 3 was de eerste satelliet die de achterkant van de maan in beeld bracht, een kant die vanaf de aarde nooit te zien is en dit gebeurde door middel van SSTV. Het systeem werd daarna ook gebruikt bij lanceringen met de Vostok-capsule. In een van die capsules van de Sputnik 5 werden twee ruimtehonden Belka en Strelka gelanceerd om te kijken of mens en dier in de ruimte wel konden overleven. Het systeem werd vervolgens ook bij Yuri Gagarin gebruikt tijdens zijn eerste ruimtevlucht in de Vostok 2. Hij was de eerste astronaut, cosmonaut heette ze in de Sovjet-Unie. Een hiervan afgeleid systeem, opnieuw in een gewijzigde vorm, werd daarna ook door Amerika gebruikt tijdens het Apollo-programma. Al die systemen waren in feite gelijk aan het oorspronkelijke systeem. De enige wijzigingen bestonden uit een groter beeldformaat en een hogere herhalingsfrequentie van de beelden. Je kunt dus wel zeggen dat hier sprake is van een bijzondere historie en een bijzondere uitvinding ook. In recente jaren vonden er een aantal wijzigingen aan het amateursysteem plaats, met name sinds de komst van de homecomputers in de jaren 80. Dat leidde ertoe dat tegenwoordig meerdere systemen zijn. De meeste apps en software kunnen al die systemen aan en schakelen ook automatisch over naar het juiste systeem. De meeste apps kunnen het oorspronkelijke zwart-wit systeem niet meer weergeven, de meeste programma's op de pc nog wel. Bij de huidige kleurensystemen is het zo dat het beeld in feite 3 of 4 keer opnieuw wordt uitgezonden. Voor elke kleur dus een apart beeld. Dat levert naderhand een beeld op met een behoorlijk goede kleurkwaliteit. Uiteraard zijn er bij de overdracht via de ether vaak storingen, soms valt een deel van het beeld weg. Als het beeld te herkennen is en de eventueel aanwezige letters zijn goed te lezen, dan is de overdracht voor de meeste mensen dus al geslaagd. Wat moet je nu doen om bij de bijdrage van morgen de beelden te kunnen ontvangen? Eigenlijk bijna niets. Het is heel eenvoudig. Je hebt een Android-apparaat nodig. Voor iPhone zijn er ook apps, maar ik weet zo snel niet welke. Dus ik houd me nu even voor het gemak bij Android. En verder heb je een app nodig en dat is Robot 36. Robot 36 en dat schrijf je aan elkaar vast zonder spatie. Die kun je vanuit Google Play zo downloaden. Dus is gratis. En als het goed is, werkt het daarna meteen. Wat je vervolgens morgen moet doen, als de app is opgestart, als ik aankondig dat de uitzending begint, de smartphone in de buurt van de luidspreker houden waar het geluid op wordt weergegeven. Het is dan even spelen met de juiste instelling voordat het helemaal goed gaat. Is het geluid te zacht, dan gebeurt er niets of alleen heel weinig. Is het geluid te hard, dan is het beeld vervormd en rafelig en dan ziet het er vreemd uit. Verder is er nog iets anders. Zie je in het plaatje dubbele beelden, ook wel zogenaamde spookbeelden genoemd, dan houd je de microfoon van de smartphone waarschijnlijk te ver bij de speaker vandaan, eventueel in combinatie met een te hoge volumestand. De dubbele beelden zijn reflecties van het geluid tegen de wanden van de kamer, vergelijkbaar met de spookbeelden vroeger op tv met een eigen antenne. De truc is eigenlijk om het geluid precies zo hard te zetten dat het nog net goed werkt, maar niet veel harder. Overigens is er nog een tweede app. Met die app kun je zelf vanaf een foto piepjes uitzenden en iemand aan de andere kant van de kamer of aan de andere kant van een telefoongesprek kan die plaatjes dan ontvangen.
Ten slotte, dit is een experiment. Ik wil graag weten hoe luisteraars via de ether of via internet hierover denken. Wil je dat ik vaker dit soort proefjes doe? Of zeg je, nou, doe me niet. Laat het me dan weten. Je kunt je reactie achterlaten op de Facebookpagina van Radio Theepot. Maar ook voor directe reacties kun je mij mailen. Dat is aan het superkorte mailadres x@xdv.me. Ik zal dat nog wel vaker noemen. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot. Die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways.